Oké, hallo daar. Oh. Op dit punt zit ik niet eens meer in de race. Nee, kijk, het gaat gewoon nu alweer mis. Fucking kutspel. Lekker op het gemakje het liftje omhoog pakken. Ik hoop gewoon dat ik sterf en dat ik opnieuw kan beginnen. Nou, dit was te laag. Zoiets. Oké. Hey kijkers van de Wonderweb, leuk dat jullie kijken naar deze tweede aflevering van de Mario 64 race. Ik loop iets achter op Jebber, ik loop ruim voor op Remco. Arme Remco, ik heb met die jongen te doen. Laten we gewoon gaan beginnen, want er valt geen tijd te verliezen. Dus dat. Let's go. De allereerste ster die ik ga halen is degene die Jebber verklapte als eerste in zijn eerste aflevering. Die achter de hond. Ik wil niet weer de hele tijd, wel de hele tijd hetzelfde map mogelijk. Maar ik wil niet de hele tijd elk level clearen tot we bij de volgende zijn. Dus ik gok nu deze kant op. Ik heb een level in mijn hoofd die ik wil doen. Maar ik weet niet meer mijn hoofd waar die is. Helemaal kut. Oké, dat is niet deze, maar we gaan hem toch doen. Alright. Ah, kut, ik loop gewoon de verkeerde kant op, omdat ik aan de oude hoeren ben. Daar ging al 15 seconden. Hoera. Nee, waarom doet hij dit steeds? Ah ja, ik kan me beter gewoon nu al stoppen met deze let's race. Ik kan gewoon beter opnieuw starten. Nee, dat gaan we niet doen. Proberen dit hondje te temmen. Hop, hop, hop. Oh, nee, dit gaat helemaal mis. Dit gaat niet zo goed als bij Jebber. Oh, oh, oh. Shit, shit, shit. Nee, erop. Nee, nee. Oh shit, oh shit, shit, shit. Oh, ik moet muntjes hebben. Ik moet muntjes hebben. Oh, dit zou als een leien dakje moeten zijn gegaan. Maar nee. Ik heb dit spel ook niet meer aangeraakt sinds vorige week. We zijn nu een week na... Ah, fuck. Vorige week hebben we natuurlijk opgenomen. Ah, kutspel. Hoppatee. Ik weet precies waar ik heen moet. Deze is niet zo moeilijk namelijk. Oké, here we go. We staan er goed voor. Oh, oh shit. Kut. Oh, nee. Ik ga er veel te ver overheen. Oh, Kevin. Waar ben je mee bezig, jongen? Ik wil een trucje doen, maar het trucje werkt niet. Oh, nee. Zo goed het de eerste video ging, zo slecht gaat het tot nu toe. Nu, dag, vriend. Oh, nope. Ja, kut hond. Nog één keer? Later, vriend. Ik wil deze halen. Oh. Ja. Nee. Maar wie denken jullie dat er gaat winnen? Want zo'n race, ja, je moet natuurlijk het hele spelletje uitspelen. Dat doe je niet zomaar. Tenminste, nou ja, ik weet niet eens hoeveel uur erin zit. Als je speedrunt, zeg maar, als het ware. Zo'n any percentage speedrun. Dat is gewoon, hey, eindbaas gehaald, klaar, finito, dan heb je hem uitgespeeld. Ik weet niet hoe lang het duurt. Ik weet wel, de eerste ster van de drie is nu al binnen. Oké, rustig. 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 Ja! Oh my god, jongens. Want nu moeten we gewoon op dezelfde plek een torentje beklimmen. Dan denk je, oh, is dat moeilijk dan? Ah, nee, of valt wel mee. Heel erg leuk. Oké, nu is de vraag, wat gaan we nu doen? Deze had ik vrij snel. Shout-out naar Jebber. Dankzij hem heb ik hem de vorige keer gepakt. Fuck it, we gaan gewoon even een ander wereldje pakken. Dus, ja, deze heb ik dus al een keer doorgelopen. De rest nog nooit. Ik ben letterlijk nog nooit in een andere kamer geweest. Wat doe ik nou? Oh, ik ga de derde wereld in. Dat kan natuurlijk ook. Ja, hallo. Colin hier, de voice-over. Ja. Toen besloot Remco te beginnen met een wereldreis tijdens de race. Ik kan niet verzekeren dat dit goed gaat. Ik kan je vertellen dat dit niet goed gaat komen. Ik heb natuurlijk ook volgens mij een minuutje voorsprong gepakt de vorige video. Waardoor ik dan ook, vind ik, deze een minuutje langer door mag doen. Wat ergens ook weer nergens op slaat. Want voor hetzelfde geld doen Remco en Kevin het echt mega goed nu. Niet dat ik de tijd ervoor heb. Voor mij is aan het eind van deze slide ook gewoon... Oh, oh.
Is dat goed? Of slecht? Is dat goed of... Nee, dit gaat nu al helemaal mis. Shoot in the sky. Laten we de shoot in the sky maar doen. Ik vind het helemaal goed. Oké, okay, hallo daar. Oh. Ik wil gewoon die backflip doen. Waarom doet hij dat? Oh, jezus. Nou, ik ga weg hier. Ik vind helemaal geen reet aan. Ja, dit is echt een ramp. Dit is echt... Ik zit niet eens meer in de race op dit punt, weet je? Ik ga eerlijk mee zijn. Op dit punt zit ik niet eens meer in de race. Nee, kijk, het gaat gewoon nu alweer mis. Fucking kutspel. Lekker op het gemakje het liftje omhoog pakken. Ah, oké, iets hoger. Leuk hoe je daar trouwens ook een ster ziet. Maar die gaan we nu niet pakken, want dan moet je jezelf dus naartoe schieten. En ik ben er vrij zeker van dat ik dat schot ga missen. Oh, dit is weer iets te hoog, hè, dames en heren. Ja, dit is spijtig. Dit is heel erg spijtig. Gast, schiet even op met die sterren, joh. We hebben geen tijd te verdoen. Ik heb een hele slechte nieuws. Nou, Jeffrey en Kevin zijn natuurlijk alweer klaar. Ik zit hier weer met 25 minuten vandaag. Oké, dus net waren we te laag. Daarna waren we te hoog. Nu gaan we precies goed. Ik richt altijd boven dit boompje. Nou, dit was te laag. Zoiets. Oké! Okay. Ik hoop gewoon dat ik sterf en dat ik opnieuw kan beginnen. Yo, gast. Wat doe jij hier? Ja, joh. Dan ga ik gewoon dood ook. Ik sterf gewoon. Helemaal top dit. Fucking amazing, jongens. Geef mij de kracht om dit te doen. Ja. Goed zo. In de boom. Lekker. Dan gaan we hier rustig springen, Kevin Dooms. Ja hoor. Je hebt hem te pakken. Ik ben hartstikke trots op je, Kevin. Hartstikke goed. Ster nummer 5. Oh, het is Prinses Peach. Hallo? Oh, ik kan er wel springen. Oh, deze zag ik even vorige keer doen. Dit is easy munt. Easy. We moeten gewoon heel snel slippen sliden naar beneden. Voor nu gaan wij even naar hier. Daar mogen wij nu naar binnen namelijk. Daar heb je 3 sterren voor nodig. Ik weet al waar ik heen wou. Nou, dat is nou te laat. We gaan hierin. Even kijken. Gaan we zo staan. Iets zo. Nou, kom op. Kevin, je hebt hier allemaal geen tijd voor. Zo. Oké, ik weet niet waar ik die volgende ga halen, maar... Dit is de enige wereld die ik soort van ken. Oké, we gaan deze munt pakken. Toch niet. Hier gaan wij op zoek naar 3 rode muntjes. 8 rode muntjes, trouwens. In elke hoek zit een rood muntje hier verborgen. Ja, verborgen, het is eigenlijk... Het is een lege kamer, er zit alleen water in. Ik zie hier een rode munt. We moeten er 8 hebben of zo. Oh, hij is weer terug. Hallo. Hoe maakt u het vandaag? Elk level heb je dit. Als je 8 rode munten pakt, verdien je natuurlijk een prachtig, mooie, gouden ster. Het gaat wel met snuit van het licht. De flash is er niks bij. En dan hebben we hem te pakken, dames en heren. Yes! Ik hoop dat Jabber geen nieuwe ster kan vinden. Ik vrees het. Jabber is Mario koning. Ja. Nou ja, Kevin die heeft... Wat gaan we over Kevin? Kevin is waarschijnlijk met 1 minuut en 20 seconden al klaar. Maar, volgende keer kijk ik gewoon lekker hun let's plays. En dan... nak ik gewoon de strategie, weet je. Zo ben ik dan ook weer wel. Ja, kijk, voor mij zit de laatste, weet je. Of ik kan niet tellen. Voor mij heb ik er dan 8, of niet? Yes! Yes! Oké, okay, waar is het? Waar? Oké, okay, daar. Kan ik... Kan ik mezelf hier afjieten of niet? Hoe werkt dat? Oké, voor mij moet ik... Juist. Oh ja, kijk. Helemaal top dit. Dit is geweldig. Het sterretje is binnen. Daar heb je hem. Stop de tijd, dames en heren. Gaat goed komen. Volgende keer pakken we ze gewoon terug. Team Remco in de comments. Volg me op Instagram. Je weet het allemaal. We hebben weer 3 sterren. In de pocket. Mensen, ik wil jullie bedanken voor het kijken. Hopelijk kijken jullie de volgende aflevering weer. En laat de voice-over, dit keer niet ik, maar Colin, even vertellen hoe of wat. Hè? Met die tussenstand. Ja, dat was me weer een race, jongens. Het zal niet als een verrassing komen dat er in onze top 3 weinig is veranderd. Jabber blijft met 6 minuten erbij bovenaan staan. Kevin op de 2e plaats met zijn dikke 9 minuten. En Remco...
die plakt een kwartier aan zijn tijd. Dat betekent, als we de tijden bij elkaar optellen, dat Jabber volgende aflevering 4 minuten speling heeft op Kevin, die op zijn beurt dan weer een kwartier voorloopt op Remco. Er moet wel een wonder gebeuren om dit scorebord om te draaien. Maar ja, de wonderen, hè mensen, die zijn de wereld nog niet uit. Tot volgende week!